Hallo, goedemorgen en welkom bij de Hoefslag. Wij zijn zeer leuk dat je weer kijkt. De pink van Noele Bint, maar die geeft ons op de eerste trein op brand. En wij gaan vandaag weer meenemen met een nieuwe vlag. Leuk dat je kijkt, zo kijk plezier. Hij hem leuk vindt, duimpje omhoog, abonneer hem op het kanaal. En we gaan beginnen. De dames hebben er al een meunig zin in. Die geeft hem al naar binnen.
Ik ben nu bezig met het controleren van het veer die op het land staat. We zijn meteen wel geschaad, maar we moeten eerst het veer controleren. Ja, daarachter zie je het veer liggen, we kunnen er niet echt op bieden, want de bent nu allemaal los. Dus als we deze stroomdraad hier voor losbreken, dan kunnen ze ons snappen. Maar goed. Wij gaan door met controle nummer 3 Maar volgens mij staat daarachter ook nog wel wat veer daarachter. En we moeten nog helemaal die kant af. Dus die heeft nog zetten dan. Ik zeg jongens, we gaan niet. En dan rij je terug en dan krijg je in één keer te maken met problemen. Normaal zeg ik, als je probleem, moet je pan nemen. Maar dat mijn hakkerig moet doen, want ik had dat. Want die kwart, ik zat de stil bij een perceel. Kon ik rustig lopen. Of rustig lopen moet ik zeggen, ik kon rustig rijden. Of ik kon weer terugrijden. Ging die weer stil, uiteindelijk ging die vlak bij de boerderij, helemaal door achter, ging die weer stil, of een paar keer echt stil geraakt, nou dan kon we doorrijden. En ja goed, een al probleem bleek dus dat de brandstof half leeg was. Nou, op zich, brandstof, hij zou officieel gewoon moeten doorrijden, maar hij was inderdaad wel een beetje erg leeg, dus misschien dat de reden daarvan is. Maar we gaan dus op de werk. De pik, die stond een lekker buurt. Grazen. En ik ga hem even op, maar ik kan niet echt helemaal erin op. Maar ik denk die staan door. En de park zit nog binnen. Jammer dat het wat bewolkt is. Ja, nu zijn we ook druk bezig met nieuwe baan die zijn aangekomen. Nieuwe stroombaan die gaan in de worden voor de stal gebruikt. Nou, staan daar die grote bergen die daar zien. Nou, ik ga naar binnen, ik ga even drinken en dan gaan we weer aan het werken en dan gaan we wel zien wat we voor de rest
afgerond. Dus we gaan het zien.
Yes. Thank you.